Breda Nu. Je weet het meteen. De groene loper bij de Willemstraat won de Falco Award voor beste openbare ruimte van Nederland. Wij vragen de Bredanaar wat zij ervan vinden, hoe veilig het is en wat er verbeterd kan worden. Ik sta er niet van te kijken, want het ziet er heel mooi uit. Want het betreft het gebied van het station tot aan het Valkenbergpark. En dat ziet er gewoon hartstikke mooi uit. Ja. Ik vind het heel goed dat Breda die prijs heeft gewonnen. Want het is nu voor ons als minder valide veel veiliger om daar over te steken. In plaats van hoe het daarvoor was, de situatie. Nou, ik vind het een heel goed initiatief, ook omdat ze daar best wel heel hard aan werken om het zo toegankelijk mogelijk te maken allemaal. Ik vind het mooi dat er een centrale verbinding is naar de stad rechtstreeks, maar verder vind ik het eigenlijk geen makkelijk pad. Het is altijd hartstikke druk daar. Reizigers die uit het station komen, is natuurlijk een prachtig visitekaartje, want je ziet gelijk een heel mooi stukje Breda. En het is ook niet voor niks dat Breda goud heeft gewonnen natuurlijk met beste binnenstad. En ja, als entree, een prima entree, ja, hartstikke mooi. Nou goed, daar is natuurlijk wel een levensgroot verschil in. Het is nu veel toegankelijker, het is mooier, het is vriendelijker. Ja, dat is mijn mening daarover, ja. Boris Aardank heeft het bord onthuld bij de Groene Loper. Was je daar nog langs gereden? Nee, niet. Ik heb het bord nog niet gezien, maar ik zal er zeker nog een keer langs fietsen met mijn handbike. Nee, daar wist ik niks van. Nee, heb ik niet gezien. Nee. Met spitsuur dan sta je eigenlijk te lang te wachten voor de voetgangers blijven kriskras door elkaar lopen. Dus het zou makkelijker zijn met stoplicht of iets. Ja, weet je, dat is altijd heel erg moeilijk om als buitenstaander daar een verbetering in te brengen. Ik zou het op dit moment ook niet echt weten, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, ik heb op dit moment geen oplossing daarvoor. Nee, want voor sommige mensen blijft het altijd nog een beetje, ja, een buitengebied soms, voor sommige mensen. De verbinding is veel beter geworden tussen station en Valkenberg. Vroeger leverde dat zeer gevaarlijke situaties op. En gebeurde er ook regelmatig ongelukken. En nu is het veel beter opgelost doordat ze echt een voetgangerspad hebben gemaakt. Doordat de Willemstraat nu alleen voetgangerspad was en vroeger mochten daar auto's rijden. Dus dat is wel een hele verbetering ten opzichte van vroeger. Breda Nu. Je weet het meteen.